De ijsbaan op de Aabroeken in Vechel gaat dit jaar toch open. Dat maakte wethouder Annemieke van der Vendin zag bekend. Vorige week ontstond er veel commotie toen bekend werd dat de gemeente de ijsbaan in de Aabroeken weg had bezuinigd. De gemeente gaf als reden één ijsbaan voldoende te vinden. In het Julianapark komt namelijk ook een ijsbaan. Dit wordt echter kunstijs en die van de Aabroeken is natuurijs. Het terrein aan de Aabroeken wordt zo snel mogelijk in orde gemaakt, dus zodra het weer gaat vriezen, dan kan er geschaats worden.